NEC heeft een nieuwe trainer Peter Huballa en technisch manager Danny Hoekman. Danny Hoekman, oudspeler van NEC, tekent een 3-jaar contract. Peter Huballa komt over van Bayer Leverkusen, waar hij de jeugd onder 19 jaar trainde. De 40-jarige Duitser heeft er veel vertrouwen in. Ja, goed gevoel. Ik heb een echt goede gevoel, een goede buikgevoel. En dan is het van de buik een beetje naar het hoofd ook gegaan. En ik heb echt goede gesprekken met Bart van Ingen en de verantwoordelijke mensen van NEC. Ja, en ik vind het, is natuurlijk ook hier een beetje mijn regio. Ik ben natuurlijk over de grens opgegroeid in Bocholt. Maar dat is natuurlijk niet zo ver. En NEC vind ik ja, een prachtige volksclub in Gelderland. En ik vind het een leuke club. En ik denk, we kunnen nog hier ja, uitdagingen doen en... Daarom was mijn motivatie heel groot naar NEC te komen. Het is zeker thuiskomen, zo voelt het ook. Maar ik heb ook het gevoel dat ik eigenlijk nooit weg ben geweest. Nou ja, ik ben hier geboren. Ik zat met 5 jaar in het stadion. Dan heb jij rood, groen, zwart bloed. En een hele hoop zeggen wel eens van je nek zit hier. En NEC zit in je hart. Maar bij mij zit van NEC van meteen tot hier. Dus daar kan ik het beste mee uitdrukken. Ja, de doelstelling is altijd, laat me maar beginnen. Omdat ik ook natuurlijk de spelers kennenleren moet en daar kan ik zo een beetje ook mijn visie natuurlijk met de spelers ook bespreken en trainen. En ik vind dat de NSV Faber ja, een topseizoen met de spelers spelen laten heeft en dat wil ik natuurlijk ook, ook proberen en ik probeer mijn best te doen. Ik ben heel blij dat ze zoveel vertrouwen in me hebben, dus ik heb er heel veel zin in, heel veel passie. Ik vind het ook heel plezierig om samen te werken. We hebben een sterk team, daar heb ik een heel goed gevoel bij. En nogmaals, en ik heb er heel veel vertrouwen in dat wij de voortgang hè, van de laatste jaren voort kunnen zetten. Nee, we beginnen zo eind of juni. De precieze data moet ik nog vastleggen. Dan zien ze mij. En dan zien ze mij het hele jaar, iedere dag. Dat is ook goed dan voor de spelers.